Zal. Welkom bij het Graafschap AGOVV-journaal vanuit een regenachtig Roosendaal. AGOVV is hier op bezoek. De zwoeng is er een beetje uit bij de Apeldoorners. Dus het gaat allemaal niet meer zo makkelijk. En vorige week werd verloren van Veendam met 3-0. De Graafschap daarentegen is hard op weg naar het kampioenschap. De ploeg is wel haast onverslaanbaar. Vorige week wonnen ze met 3-1 van FC Os. Morgen speelt de Graafschap tegen Go Ahead Eagles. Nou, ik sta nu in de dugout van RBC vlak voor het begin van de wedstrijd. En dit zijn de mensen die met de spelers mee het veld opgaan met vlaggen. Zometeen de wedstrijd, RBC AGOVV. Wat gaat het worden, denk jij? RBC 2 en ik denk de andere 1 punt. Andere 1 punt. RBC gaat winnen. Nou, wat denk jij? Wie gaat er winnen? RBC of AGOVV? RBC met 3-1. Nou, duidelijke taal. Laten we maar zien wat het gaat worden tussen RBC en AGOVV. RBC uit, dat is traditioneel zeer lastig voor AGOVV. Ze winnen eigenlijk nooit in Roosendaal. Deze elf moet het gaan doen. Geen Edgar Manoucharian, hij is geblesseerd. En Raymond de Vries is geschorst. En dat betekent dat er weer een basisplaats is voor Arnoud van Toor. AGOVV speelt verzorgd voetbal in Roosendaal. De bal gaat makkelijk rond bij de ploeg uit Apeldoorn. Met hier Lewin, de rechtsback, opgekomen. Kan misschien zelf schieten, maar hij speelt Bokila in. En die komt er net niet lekker bij. Toet zit ertussen. Jeremy Bokila, de eerste kans voor AGOVV. Maar hij raakte de bal niet. Regen in Roosendaal. En Van der Brom en Van Vossen hebben er rekening mee gehouden. Boddaar voor RBC op links. Met de voorzet. Onderschept door een toko. Gundogan kan dan schieten. Maar dit is eigenlijk alles wat RBC te bieden heeft in de openingsfase van de wedstrijd. AGOVV heeft zeker 70% balbezit. En domineert de wedstrijd met de hoekschop van Chatli. Mulders terug naar Nasser Chatli. Goed op dreef, de Belg. Krijgt die bal keurig voor. Bokila dan helemaal vrij. En hij zegt dat hij wordt vastgehouden. Dat claimt hij bij scheidsrechter Tulleners. Maar die is daar verder niet gevoelig voor de argumenten van de spits van AGOVV. Geen strafschop. Job van der Linden. Bokila. Opent op rechts naar Ofrani. Inmiddels ingevallen voor de zieke Olaf Lindenberg. Ofrani afgelopen week nog weggestuurd, maar ook weer in genade aangenomen. En dit is zijn eerste doelpoging. Die is niet echt indrukwekkend. Van der Linden. In het centrum van de verdediging ditmaal. Chatli. En linksback Suart. Chatli vraagt om de bal. Maar Suart gaat eerst nog eventjes een man passeren. Speelt dan Chatli aan en die scoort heel knap met een goede voetbeweging. De 0-1. Dik en dik verdiend. En het dansje van Suart is terecht. Want hij staat aan de basis van deze goal. Uitstekend gedaan. Deze beweging is al mooi. En deze is ook heel handig. Precies goed Chatli aangespeeld. En die scoort met links zijn 15e van het seizoen. Eerste fatsoenlijke doelpoging van RBC. Van Sherry. En vlak voor rust wordt RBC voor het eerst wat gevaarlijker. Suart Ars, de achterhoeker. Gundogan met wat bewegingen, de voorzet. En dan raakt Lewin de bal even met de arm. En dat is gezien door scheidsrechter Tulleners. En dan gaat de bal zomaar op de stip. Lewin baalt, maar hier zien we het in de herhaling duidelijk. De bal op de arm, wat ongelukkig. En de strafschop van Polak, maar Posma stopt hem. En in de rebound Ars over. Het blijft dus 0-1. Sjaak Polak, een man met mooie teksten en normaal ook met goede strafschoppen. Maar Posma gaat op tijd aan de hoek en redt hier. Belangrijke redding. Stefan Posma, zeer goed in vorm dit seizoen. De tweede helft dan. Met even een wat gevaarlijker RBC. Maar de overname van AGOVV met linksback Suart, een van de uitblinkers. En die speelt een andere uitblinker aan. Nasser Chatli zet aan voor een dribbel. Maar heeft Suart dan alweer gezien? En die kan doorgaan en misschien schieten. Maar komt niet van zijn goede been. Moet naar links. En dus maar terug naar Chatli. Chatli dan met wat gerommel. Maar hij komt een heel eind. En legt af voor een andere invaller, Hans van der Haar. Die schiet net naast. Hans van der Haar, belangrijk dat hij terug is voor AGOVV. Aanspeelpunt voorin. 90 minuten houdt hij nog niet vol. Maar hij doet het alweer heel goed. Chatli opnieuw. Met wat van die bewegingen. Langs Ramos. Voorzet. Is een beetje wild eigenlijk voor Chatli. Maar goed neergelegd door Ofrani. En uiteindelijk Bokila. En de redding van Christiane. AGOVV ontzettend veel sterker. En Bokila had hier de 0-2 moeten maken. En daar gaat hij weer. Nasser Chatli op links. Niet te houden. De paas is goed naar Ofrani. En daar is dan via de paal de 0-2.
Juist Rashid Ofrani, de omstreden speler. John van der Brom wilde hem, nadat hij voor de zoveelste keer te laat kwam, wegsturen. Maar de spelers vroegen om hem toch weer terug in genade aan te nemen. Hier gaat de RBC met Zeuntjes. Dit is wel een goede kans. De stift. AGOVV ontsnapt. Vrije trap Zoort. Doorgekopt Mulders. Christiane, let op. Deze kopbal van Paul Mulders. Maar AGOVV komt geen moment meer in de problemen. Moet gewoon eigenlijk nog uitlopen naar 0-3. Met Mulders hier. En Ofrani. Ofrani wilde Hans van der Haar aanspelen. Dat lukt niet, maar Bokila neemt over. En dan gaat Bokila weer op een typerende wijze voor hem wat rommelen. En dan komt er toch een gek schot. Dat zomaar in het doel had kunnen verdwijnen. Jeremy Bokila. Onvoorspelbare speler en daarom zo gevaarlijk. Posma met de diepe bal. Hij komt uiteindelijk terecht bij Mulders. En dan Subart terug naar Mulders. Wat kan dit worden? Mulders komt daardoor en dat moet een strafschop zijn, vindt Mulders. Maar Tullenus interpreteert het als een schwalbe van de middenvelder van AGOVV. En hij krijgt geel. Hij snapt er helemaal niets van. Maar Tullenus zal zijn beslissing natuurlijk niet terugdraaien. Hans van der Haar troost Mulders, maar het maakt allemaal niet zoveel uit. 2-0 voor AGOVV. En daarmee doen de Blauwen een geweldige stap richting play-offs. In een wedstrijd die er heel goed uitzag. Vanaf het begin af aan was AGOVV de baas in Roosendaal. Garanties krijg je nooit, maar als je ziet hoe wij vanavond deze wedstrijd hebben gespeeld, wat normaal gesproken in traditiegetrouw toch een hele lastige uitwedstrijd is bij RBC uit. Hoe heet het? Jan Leerkens zei me gisteren dat het 1959 is geweest dat AGOVV hier voor het laatste punt heeft gehaald of gewonnen heeft. Dus dan weet je dat het moeilijk is. Maar nogmaals, het goede gevoel wat we hebben gecreëerd deze week, met name in de trainingen, in de groep, is er vanavond uitgekomen. En dat doet heel goed, ja. Je doet hele goede zaken, want nog 3 punten van de play-offs af in 3 wedstrijden. Moet toch kunnen? Ja, en we kunnen ook weer naar boven kijken. En we hebben heel stiekem moesten we een beetje naar beneden kijken van als Helmondspoor, als Veendam. Maar nu zitten we weer heel dicht tegen die 5e plek aan. Het is 2 punten verschil met Zwolle en met Excelsior. Er kan nog heel wat gebeuren. En tot zover AGOVV. En dan nu aandacht voor de Graafschap. Morgen spelen ze tegen Go Ahead Eagles. En het zou wel eens de wedstrijd van het jaar kunnen worden. We waren bij een training. De Graafschap speelt met Cerezo Fungawing in de basis voor de geschorste Pearl Frenkel. En ook deze Peter Jungsleker mag beginnen in de wedstrijd tegen Go Ahead. Hij vervangt de eveneens geschorste Rogier Meijer. De Doetinchemmer speelt dus niet tegen Go Ahead, maar verheugt zich enorm op de kampioensfeesten. Wat zijn jouw zoete herinneringen aan die vorige titel? Ja, 3 dagen feest en één grote polonaise. Dus wat dat betreft kijk ik daar mooi op terug. Het was een rare week voor de Graafschap, want 12 spelers ontvingen formeel een ontslagbrief. En ook bij trainer Darije Kalasic viel zo'n brief op de deurmat. Ja, heel raar. Nee, maar daar liggen wij natuurlijk niet wakker van. Het is administratief en hoeveel bij de spelers, zoveel is ook bij mij geweest en bij iedereen die aflopende contracten heeft. Dus, is toch niet even gek? Nee, vind ik niet. Ja, dat was wel even wennen, ja. En de tekst erin is gewoon zoals het is. Er staat in als ontslag voor je aanvragen en wat dat betreft is het ook afwachten. Wat wil jij? Ja, dat lijkt me logisch. Ik bedoel, dat hoef ik hier niet te zeggen. Dus ik wil gewoon voetballen en het liefst met de Graafschap de Eredivisie in. Dus dat lijkt me logisch. Ja, maak je geen zorgen, want bij een kampioenschap ben jij volgend jaar trainer van de Graafschap. Nou, dat weet ik niet. En ik heb nergens over gesproken. Dus ik lees van alles, maar er staat gewoon nergens vast dat ik volgende jaar trainer bij de Graafschap ben. Waar ik me mee bemoei is gewoon kampioenschap en dat is eerste. En over mijn toekomst denk ik gewoon in verre verte helemaal niet over mijzelf. Ik wil gewoon eerst met de jongens onze doelstelling halen. En op dit moment ben ik allerlaatste die over mijn toekomst denkt. Dus of ik volgend jaar trainer bij de Graafschap ben, dat weet ik niet. De training van de Graafschap was dat. We gaan eens even kijken naar de stand. Want Cambuur heeft verloren. En dat betekent dus dat de Graafschap morgen tegen Go Ahead Eagles kampioen kan worden. Dan is het verschil 10 punten tussen de nummers 1 en 2. AGOVV won, heeft dus 54 punten. En de ploeg heeft zich vrijwel zeker geplaatst voor de play-offs. De Graafschap speelt zondagmiddag om 12:30 tegen Go Ahead Eagles. TV Gelderland zendt die wedstrijd rechtstreeks uit. Om 11:45 begint de uitzending. Wint de Graafschap, dan zijn ze kampioen en spelen ze volgend seizoen in de Eredivisie. Bedankt voor het kijken en tot ziens.